Donderdag 25 juli landt op het vliegveld Teuge bij Apeldoorn het vliegtuig Rotterdam. Met haar koninklijke hoogheid prinses Juliana en de kleine prinses Margriet aan boord. Geen vorstelijke intocht, geen toespraken en geen troepen die het geweer presenteren, alleen een moeder die haar kind uit de machine tilt en voor de eerste keer neerzet op Nederlandse grond. Een kleine Ballinge eindelijk thuis. Prins Bernhard is van zijn hoofdkwartier op het Loo gekomen om moeder en dochter af te halen en de opperbevelhebber der binnenlandse strijdkrachten mag een ogenblik zijn staf en zijn troepen vergeten voor zijn plichten als vader en filmoperateur. Kwartier later landt een tweede vliegtuig. De thuiskomst van de prinsesjes Beatrix en Irene en van twee poppen weer namen de kroniek niet vermeld. Twee kinderen terug in eigen land waar de eerste plicht blijkt de handtekening in het onvermijdelijk album van een kleine verzamelaarster. En ten tweede een enkel woord van begroeting tot de kinderen van Nederland. Hier blijven, Margriet. Niet uit het beeld, alsjeblieft. Nu op weg. Ik heb mijn wagen volgeladen met het kostbaarste gezin dat Nederland bezit. Op zaterdagmiddag is de prinselijke familie terug in eigen huis, terug in Soestdijk. Onze kinderen moeten gewone kinderen zijn, heeft de prinses gezegd. Hinder hen niet door hen aan te gapen als wereldwonderen. Wel nu, vanmiddag kunnen ze het zijn. Drie gewone kinderen tussen duizend andere gewone kinderen, opgaand in hun spel. Een vorstelijke vergissing, je moet de andere kant op. De prinsesjes nemen deel aan heel het feest dat aan 1000 kinderen uit de eerste klas der lagere scholen wordt aangeboden en morgen zullen de kleine gasten nauwelijks meer weten of het meisje dat ze getikt hebben bij het krijgertje spelen een van de prinsesjes was of een vriendinnetje uit hun eigen klas. Prinses Juliana kan tevreden zijn. Bij een echt kinderfeest hoort een goochelaar.
En hier is er dus één. Maar bij zoiets boeiends kan zelfs het traditionele oranje zonnetje hinderlijk zijn. Blaas er maar eens op. Nu is het wonder al gebeurd. Wat komt er tevoorschijn? Alsjeblieft. Geen kroon en geen tiara, maar een papieren feestmuts. De prinsesjes wacht nog een verrassing, door enkele kinderen aangeboden. Drie meisjes, met hun nieuwste geschenk, de ponywagen van de burgerij van Baren, de pony zelf van die van Soest gekregen. Eens zullen wellicht in deze kleine handen heel andere leidsels rusten, maar nu is alles nog feest en spel. Kinderspel. Wordt nog een rondrit gemaakt met een escorte van motorrijders der BS om de prinselijke wagen en worden bij het station van Baren namens het spoorwegpersoneel bloemen aangeboden.